Goeiedag. Tijd voor een nieuwe 30-daagse weersverwachting. En achter mij zien we de Atlantische Oceaan. En op de Atlantische Oceaan is het inmiddels aan het rommelen. Even om te laten zien waar we ongeveer zitten. Daar het Caribisch gebied. Hier de orkaan Kirk die daar aanwezig is. We zien hier ook al de tropische storm Leslie. En wat we ook nog kunnen zien is meer bewolking. En ook dat kan weer een serieus systeem gaan worden. En die orkanen die zijn belangrijk om te noemen, want die hebben invloed op ons weer in onze omgeving. Deze orkaan, Kirk bijvoorbeeld, die gaat niet richting het Caribisch gebied, maar die gaat naar het noorden bewegen en komt uiteindelijk bij Europa uit in de loop van volgende week. En dat betekent dat dat systeem ons weer behoorlijk gaat beïnvloeden. En orkanen in deze tijd van het jaar, het is een vrij drukke maand altijd, oktober voor wat betreft de orkanen boven de Atlantische Oceaan. Ja, die zorgen ervoor dat een lange termijn verwachting heel erg onzeker wordt, want ja, ze kunnen gewoon de atmosfeer in de war gooien. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken voor komende week. En dan begin ik nu met een lage drukgebied ten westen van Ierland. En dat is helemaal geen orkaan. Dat lage drukgebied is gewoon ontstaan boven de oceaan. En dat trekt geleidelijk aan naar het oosten toe en zorgt met name voor Groot-Brittannië voor slecht weer. Daarachter zien we wel de restanten van orkaan Kirk aankomen. Dat is dit systeem en dat trekt ook geleidelijk aan naar het oosten. En dat gaat ook voor slecht weer zorgen in het westen van Europa. Dat zal waarschijnlijk geen orkaankracht worden, nee, maar wel veel wind en regen. De onzekerheid is groot wat precies de koers gaat worden. Als het deze koers gaat worden, die het Amerikaans model hier laat zien, dan moeten we er rekening mee houden dat het donderdag, vrijdag wel eens heel onstuimig weer in ons land kan gaan worden. Wat ook wel duidelijk is volgende week door al die lage drukgebieden, dat het sowieso een wisselvallige week gaat worden. En het mooie rustige weer van dit weekend, ja, dat is na het weekend echt wel voorbij. Kunnen we ook mooi zien aan de neerslagkansen, want die zijn de komende periode hoog, vrijdag en zaterdag. Dat zijn nog droge dagen met veel zon en op zondag zien we ook wel een neerslagkans, maar die is nog niet zo groot en dat is pas laat op de dag. Laten we maar eens gaan kijken wat eigenlijk normaal is voor oktober. Begin oktober, middagtemperaturen van zo'n 16 graden. Eind oktober rond de 13 graden. En minimumtemperaturen die liggen tussen de 9 en de 7 graden naarmate de maand vormt. Ook is oktober toch altijd wel een natte maand. Dat heeft natuurlijk te maken met de buienactiviteit die vanaf het westen onze kant op kan komen. In de westelijke delen van het land, daar de meeste neerslag, diepland inwaarts, is het over het algemeen iets minder. En het ziet er naar uit dat de komende periode het toch weer wat natter gaat worden. Qua temperatuur blijven we over het algemeen wel rond de normale waarde. We pakken de week op van 7 tot 14 oktober. En dan zien we heel duidelijk dat er een luchtdrukafwijking is richting lage druk. En dat is compleet te verklaren natuurlijk. Onder andere door dat grote lage drukgebied wat we zagen. Maar ook door de restanten van orkaan Kirk. En dat betekent onbestendig weer. En dat betekent ook veel neerslag. Het wordt volgende week een natte week. Waarbij de neerslaghoeveelheden duidelijk hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Gaan we naar de luchtdrukverdeling kijken van 14 tot 21 oktober, dan zien we nog steeds wel dat dat patroon aanwezig is. Weliswaar minder scherp, de scherpe randjes die lijken er vanaf, maar nog steeds wel lage druk invloeden. En dat betekent dan ook dat we nog steeds wat meer neerslag dan normaal kunnen gaan verwachten. Qua temperatuur in die periode zitten we zo rond normaal. Dat zijn dus temperaturen rond 15 graden in de middag. Dat is tenminste de verwachting. Kijken we nog even naar die neerslag, want die benoemde ik al. Dan zien we inderdaad dat het in onze contreien echt nog steeds wel wat natter is dan gebruikelijk. Het lijkt erop dat lage drukinvloeden nog steeds duidelijk aanwezig zijn. En dan zien we richting het einde van oktober wel meer hoge drukinvloeden. Er komt zelfs hier een hoge drukgebied nabij Groot-Brittannië, zoals het er nu naar uitziet. Ja, of dat uit gaat komen, dat is natuurlijk nog wel de vraag. Maar dat zou wel voor meer rust in de atmosfeer moeten gaan zorgen. En we zien dan ook dat de neerslaghoeveelheden duidelijk wat minder moeten gaan worden. Boven Groot-Brittannië zien we echt een afwijking dat het echt wat droger zou moeten gaan worden. Maar daar zijn dan ook die meeste hoge drukinvloeden die er verwacht worden. Kun je nog iets over de temperatuur zeggen? Nou ja, waar dat hoge drukgebied mogelijk komt te liggen, dat is dan zo'n beetje in deze regio, hè, boven Groot-Brittannië, tussen IJsland in. Dan heb je toch ook wel gauw te maken met een wat meer noordwestelijke stroming. Zou kunnen betekenen dat de temperaturen wat lager zullen zijn. Maar ik begon met die orkanen.
En ja, we hebben er dus nu twee op de oceaan al heel duidelijk. Een derde lijkt zich te gaan vormen. En dat kan ook nog wel eventjes de hele maand oktober doorgaan. En als die dan afbuigen richting onze omgeving, ja, geeft dat heel veel onzekerheid in de weersverwachting. En eigenlijk zien we dat ook wel terug in de weerregimes. Want zo'n beetje vanaf halverwege oktober kan het alle kanten op gaan. En dat maakt natuurlijk de verwachting heel erg onzeker. We zien kansen op blokkerende weerregimes, maar ook gewoon op een westcirculatie. Betekent gewoon afwachten. In ieder geval wat wel duidelijk is, veel nattigheid aan het begin van de periode. De eerste twee weken lijken wat natter te gaan worden dan normaal. De temperatuur ook vaak normaal, hoewel volgende week er een paar dagen zijn dat echt wat warmer wordt. Door die zuidelijke stroming kan dan wat meer zachte lucht onze kant op gaan komen. En wat verder ook nog eventjes gememoreerd moet worden, en dat heb ik al een paar keer gedaan, er is gewoon grote onzekerheid doordat het orkaanseizoen boven de Atlantische Oceaan nu echt wat actiever is geworden. Dat is heel lang rustig geweest, maar sinds een week of twee zien we duidelijk dat het aan het opleven is. En dat gaat nog wel eventjes door. En dat betekent dat zo'n lange termijn verwachting eigenlijk heel erg onzeker is. Nog een fijne dag.